Even voor de duidelijkheid, je bent niet beland in een nieuwe aflevering van Star Trek, maar het komt wel erg dichtbij. Dit is de nieuwe Loopdeck CT en hij is best wel next level. De Loopdeck Creative Tool Console, want dat is waar CT voor staat, is de nieuwste telg binnen de Loopdeck familie. Kleiner, lichter, maar tegelijkertijd multifunctioneler dan ooit. Uit de doos werkt de CT met Lightroom Classic, Premiere Pro CC, Photoshop CC, Illustrator, Ableton Live en Final Cut Pro 10. En als je dacht dat hij er nu al sexy uitzag, wacht dan maar eens tot hij aanstaat. Nou jongens, zeg toch eerlijk, dat ziet er toch gelikt uit. Alright. Wat er hopelijk ook mooi uitziet, is onze nieuwe studio. Want daar zitten we vandaag voor de allereerste keer met de eerste opnames. We zeggen dus ook eerlijk, we zijn hem nog een beetje aan het pimpen. Dat zul je de komende weken dus ook wel gaan zien. Maar laat vast in de comments weten wat je ervan vindt. En als je tips hebt voor ons, dan staan we daar absoluut voor open. Goed, de oude Loopdeck Plus, deze, die was natuurlijk vooral gebouwd om je foto's te bewerken in Lightroom. Daarna kwam er een software update en toen kon je hem gaan gebruiken in Premiere Pro, maar het deck was zelf daar natuurlijk niet helemaal voor gebouwd. En dat merkte je wel bij het gebruiken ervan. Nou, dat gaat nu met deze Loopdeck CT helemaal veranderen, want deze controller past zich helemaal aan naar de applicatie waar jij op dat moment in werkt. Het design van de Loopdeck CT is flink onder handen genomen. Er zijn een aantal dingen die we herkennen van de oude Loopdeck Plus, zoals bijvoorbeeld de draaiknoppen, de vierkante toetsen. Maar vooral het formaat is echt iets wat nieuw is. De Loopdeck Plus, groot, breed. De Loopdeck CT zou je bijna in je broekzak kunnen stoppen. Nou, op het deck zien we een aantal knoppen die we al herkenden, zoals ik zei, maar ook een aantal nieuwe toetsen. Waaronder natuurlijk de touchpads. De elementen op de Loopdeck CT kun je indelen in twee categorieën. De vierkante en ronde toetsen, dat zijn een beetje toetsen die altijd dezelfde functionaliteiten hebben. Denk aan ongedaan maken bijvoorbeeld, of opslaan. Daarnaast hebben we dan de draaiknoppen, de touchpad en het grote draaiwiel. En dat is dan categorie 2, want die toetsen en draaiknoppen kun je dus helemaal naar eigen wens aanpassen in de bijgeleverde Loopdeck software. Een van de tofste functies van de nieuwe CT is natuurlijk dat hij zelf herkent in welke software je aan het werk bent en dat hij zich helemaal op die software aanpast. De bouwkwaliteit van de CT die is dik in orde. Het materiaal wat gebruikt is eigenlijk vergelijkbaar met het materiaal wat je ook al vond op de Loopdeck Plus. De knoppen en de draaiknoppen zijn ook eigenlijk gewoon vergelijkbaar. De draaiknoppen kun je ook weer indrukken, dus hebben een dubbele functionaliteit. Nou, nieuw zijn dus die touchpads en die reageren eigenlijk vrijwel direct. En nagelang je dus verandert van softwarepakket waar je je in bevindt, veranderen dus ook de functionaliteiten op die touchpads. Dat wil ik je even laten zien. Daarvoor hebben we dus het scherm neergezet. Ik heb hier Premiere geopend. Als je nu naar het deck kijkt, dan zie je dat je een aantal functionaliteiten herkent. Select, ripple delete, etc. Ga ik dan naar Photoshop, dan zie je dus ook daadwerkelijk die functionaliteiten op het deck veranderen. En daartussen kun je ook nog schakelen door de middel van de ronde knoppen die groen opgelicht zijn. Nou, tot slot is het dan ook nog best wel tof dat je op de CT zelf ook nog kunt schakelen tussen die verschillende programma's door gewoon simpelweg op het icoontje te tappen. Nou, ga je dan helemaal uit elk programma, dan zul je zien dat op de CT eigenlijk gewoon hele simpele Windows functionaliteiten ook nog beschikbaar worden. Zoals bijvoorbeeld het openen van een verkennervenster of het openen van een nieuw bureaublad. Heel makkelijk natuurlijk, ook gewoon als je daar gewend aan raakt, om lekker snel te navigeren door je Windows. Natuurlijk is ook deze nieuwe controller van Loopdeck weer helemaal customizable met de Configuration Tool. En nu dus ook helemaal per programma. Nou, door de veelzijdigheid van de CT zijn de mogelijkheden eindeloos. En om te zorgen dat je efficiënt en overzichtelijk kunt blijven werken met de controller, werk je met zogenaamde workspaces. En een workspace is eigenlijk gewoon een verzameling van tools en acties die jij gebruikt binnen een stadium van het creatieve proces. Het voorbereiden, het daadwerkelijke bewerken,
het exporteren. Nou, voor al die verschillende stadia kun jij dus een workspace aanmaken met de software die heel uitgebreid is. Dus ik ga niet alles uitleggen natuurlijk, maar even een kort voorbeeld. De workspaces hier kun je verwijderen en je kunt nieuwe toevoegen door op het plusje te drukken. Vervolgens kan je zo'n workspace dan weer een eigen naam geven. En als je hem selecteert, dan zie je dus dat het hele pad nu weer leeg is, een schone lei. Kun je dus actions selecteren uit een enorme waslijst en die actions kun je vervolgens slepen naar het betreffende pad en dan komt die functionaliteit onder dat pad. Oké, hij ziet er dus gelikt uit. Het aantal softwareprogramma's wat compatible gaat worden, zal in de toekomst alleen nog maar uitbreiden volgens Loupedeck. En de customizability is gigantisch. En vooral dat laatste is echt heel erg belangrijk. Want een Loupedeck controller wordt pas echt fijn in gebruik als je hem helemaal naar je eigen hand zet. Ja, en toen viel de camera uit, Maries. Kan gebeuren, toch? De batterij niet opgeladen. Jongen. Toch willen we nog even afscheid van jullie nemen. Bedankt voor het kijken naar deze CT Review. We hopen dat je het leuk vond. Laat even een duimpje achter en vergeet zeker niet te abonneren. En dan moeten wij nog maar één ding zeggen, Maries. Tot de volgende!